Ja, Karel, graag even een analyse van de wedstrijd. Ja, het was natuurlijk voor ons een aparte week. En ik denk dat we van in het begin aangetoond hebben dat de spelersgroep heel veel drang naar voren had. En dat we de wedstrijd zeker het eerste half uur goed onder controle hadden en een aantal doelkansen creëren. En dan komen we op 0-1. Ik vond dat echt wel op dat moment verdiend. Temse kon dat wel dreigen, ik denk via 7 of 8 hoekschoppen op rij in de eerste helft. En dan de tweede helft verwachten we stormloop, die komt er ook deels. Terug door een aantal hoekschoppen. En dan scoren wij op het perfecte moment 0-2. En dan zijn we denk ik de wedstrijd blijven controleren. Onze allerlaatste de kans maakt dan nog, of zorgt dan nog voor de 0-3. Ja, jullie beginnen inderdaad zeer goed om die wedstrijd. En ja, na 25 minuten staat het al 0-1. En ja, jullie lijken alleen maar te zweven, want dan gaat het alleen maar bergop. Ja, natuurlijk. We hebben een goede ploeg. Wij spelen verzorgd voetbal. Maar we zijn de voorbije weken toch door een diep dal gegaan met 0 op 12. En dan weet je dat naar Temse komen, wat toch een goede ploeg is, zeker geen cadeau is. En het is ook lang geleden dat we op voorsprong stonden. En ja, de groep heeft daar duidelijk energie uitgehaald en zuurstof uitgehaald en is doorgegaan op het elan. Ja, je haalt het zelf aan. Jullie hadden een klein diepje. Maar na de wedstrijd van Aalst ja, heb je even de handdoek in de ring gegooid. Maar ja, hier sta je weer. En kijk eens, het resultaat is er wel degelijk. Hè? Maar het was een aparte week, hè, zoals ik zei. En ik denk dat de groep laten zien heeft dat ze meer waard zijn dan die 0 op 12. En blijkbaar is het goed dat er eens een bom gevallen is. Iedereen staat weer scherp. We hebben ook denk ik toch de nodige wijzigingen doorgevoerd in de basis zelf. En ik denk dat iedereen daardoor toch wel, zeker door die uitslag vandaag, dan helemaal op scherp staat. Kan je nu mee gerust zeggen van met deze groep wil ik wel degelijk het seizoen afsluiten? Ja, het afscheid was ook niet, niet om te zeggen dat dat met plezier was of dat ik op de groep uitgekeken was. Het was, de energie was op. En ik denk dat de meeste trainers heel goed begrijpen wat ik op dat moment voelde of meemaakte of de voorbije weken. En ik denk, iedereen is een mens, ik ook. En op dat moment zat het te diep. En als je de reactie ziet vandaag, zou het wel heel, heel laag zijn, denk ik, om te zeggen, nee, ik zie het niet zitten om met deze groep verder te gaan. Absoluut. Ja, de ontlading was inderdaad groot na de wedstrijd, want we horen nu nog, ja, er wordt wel degelijk een stevig feestje gebouwd. Maar ik moet zeggen dat dat wel standaard is bij een overwinning bij deze groep. Dus ze genieten er wel van en daarom zijn ze ook bereid om diep te gaan tijdens de wedstrijd, omdat de beloning achteraf dubbel zo groot is. Kan je nu na deze wedstrijd nog meer energie uitputten voor die volgende wedstrijden? Ik denk dat de uitdaging bij mezelf en bij de groep heel duidelijk is. En proberen even naar wat we vandaag gedaan hebben en die scherp te houden en die wil en die drive. Want het zijn stuk voor stuk goede voetballers. Alleen ja, moeten we eerst per individu zorgen dat we ons niveau halen en daarvoor moeten we goed in ons vel zitten. Heel veel goesting hebben om te voetballen en vertrouwen hebben en als dat per speler zo gaat, dan groeit die groep vanzelf. Dus ik denk dat dat onze uitdaging wordt, absoluut.